Ik denk dat het heel goed is dat nu sinds 1 januari 2019 uh, nog meer uh, signalen bij elkaar komen. Dat ook het onderwijs, zowel het basisonderwijs voortgezet, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs. Uh, dat al die signalen samenkomen met de jeugdhulp, uh, met ook andere signalen uit uh, misschien wel het sport, uh, het verenigingsleven. En al die signalen samen. Uh, waar die in het verleden allemaal naast elkaar bestonden, is natuurlijk nu de hoop dat ze samen net op tijd zijn om te voorkomen dat er geweld wordt gebruikt. Het zij lichamelijk, het zij fysiek, het zij tegen kinderen, het zij tegen volwassenen. Kijk, onderwijzers die zijn natuurlijk primair gericht op uh, zo goed mogelijk onderwijs en dat men een uh, diploma krijgt. En het maakt eigenlijk niet uit waar dat in het onderwijs is. Uh, zij krijgen signalen. Ze zien natuurlijk de uh, kinderen, leerlingen of studenten uh, niet de hele dag. Ze zien ze sporadisch. En daarom is het ook heel goed dat de decanen, de, 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 de studieloopbaanbegeleiders, loopbaanoriëntatie en burgerschap... Dat, dat kinderen en studenten zich ook vrij voelen om het te melden... en dat degene aan wie het gemeld wordt ook de weg weet waar het naartoe moet... dan is het onderwijs daarin steunend. Want geweld in de school zelf, dat wordt wel natuurlijk gemeld. Maar het, 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 het zicht hebben op wat er gebeurt er thuis... Ja, dat is niet een primaire taak van het onderwijs. Dat is hooguit een signalerende taak. Dus de signaalfunctie... Die is in het onderwijs goed en nu de onderwijzers en de docenten ook weten waar ze met die signalen terecht kunnen. Nou, dat lijkt mij heel goed, zodat op een andere plek de afweging kan worden gemaakt. Ja, we hebben nou zoveel signalen bij elkaar, er moet nu iets gebeuren. Alle mbo-scholen zijn bezig met een gezamenlijk programma sociale veiligheid. En sociale veiligheid betekent de fysieke veiligheid op een school. Maar ook de sociale veiligheid, dat zegt ook al iets over, dat dat, dat niet alleen maar fysiek is. Uh, eigenlijk komt het erop neer dat studenten zich vrij weten waar moet ik terecht als ik uh, het gaat toch vaak om vertrouwensfunctionarissen, vertrouwenspersonen uh, dat je ergens mee zit uh, dat je dat kunt melden en voor de docenten uh, en de instructeurs in het beroepsonderwijs is het een signaalfunctie van nou deze student vertoont toch ander gedrag wat zou er mee zijn nou dan zegt dat stappenplan ook Check dat eens bij een aantal collega's. In het beroepsonderwijs werken we met teams. Herken jij dat nou van Jantje, Yusuf of Klaasje of Miranda? Herken je dat niet? Herken je dat wel? Nou, en dan komt die afweging, ook in het afwegingskader van nou, wij denken toch, is niet pluis. Het niet pluisgevoel. Laten we dit nou eens melden bij veilig thuis. Um, en daarmee uh, is dan voldaan aan de code, maar eigenlijk gaat het me niet of je voldoet aan de wet. Het gaat natuurlijk eigenlijk over het voorkomen of het beter maken van zij die door uh, huiselijk geweld en kindermishandeling worden getroffen. Ja. En die sociale veiligheid, daar zijn we vanuit de MBO-raad vol mee betrokken. En dat proberen we ook echt bespreekbaar te maken met de scholen door daar continu aandacht uh, voor te vragen. We werken daar ook in samen met de politie, met hulpverleners, etc. etc. Nou, ik denk dat uh, nu die meldcode sinds 1 januari uh, 2019 actief is, zullen we ook vanuit de MBO-raad uh, dit onder de aandacht brengen van de scholen. We hebben uh, één keer in de zoveel tijd ook overleg met de scholen en de bestuurders over het thema sociale veiligheid. Daar betrekken we dit ook bij. In het MBO heb je natuurlijk studenten uh, die minderjarig zijn en meerjarig. En juist op die as, uh, want het maakt eigenlijk niet uit wanneer het geweld is, want op 17 is het net zo erg dan op 67. Uh, we proberen daar de awareness bij de docenten en de studenten. Uh, beter voor te maken. De, onder, de, 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 stu de docenten vooral dat ze de weg weten wat ze ermee moeten, zodat er geen handelingsverlegenheid ontstaat. En de studenten dat ze ook in het onderwijs, als ze zich uh, vertrouwd voelen met een docent, of dat nou iemand is die de docent burgerschap of iemand die verantwoordelijk is voor je loopbaanoriëntatie en begeleiding, de studie loopbaanbegeleider, dat je de weg weet en dat je ook op vertrouwensbasis die melding kunt doen. En al die signalen samen. Die worden natuurlijk doorgegeven aan veilig thuis en dan is het aan anderen om er iets mee te doen. Ik, ik zie het MBO als een van de, van de steunpilaren dat met al die signalen er iets gedaan wordt. Het is niet aan het onderwijs om er iets mee te doen, tenzij het daadwerkelijk in de klas komt of in de school. Dan moet er natuurlijk direct gehandeld worden. Maar het onderwijs kan ongelooflijk belangrijk zijn in de stapeling van het aantal signalen. En als dat ook in het onderwijs gebeurt, ja dan. Is dat belangrijk dat dat bij Veilig Thuis wordt gemerkt, ge, gemeld, zodat het tijdig kan worden ingegrepen? Want het verleden laat zien dat we heel vaak alle signalen naast elkaar zou voldoende aanleiding zijn om in te grijpen. Nou, en deze wijziging die moet nou het vertrouwen geven bij uh, kinderen, studenten, maar ook bij de docenten of de instructeurs in het beroepsonderwijs, dat men op vertrouwensbasis dat signaal kan geven. Nou, daar werken we aan mee. Uh, want voor de mbo-raad geldt ook elke melding die een geweldsincident kan voorkomen. Dat zullen we doen.